Goedemorgen en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag is het weer tijd voor een kappersvlog. Mijn haar is echt hoog nodig toe een nieuwe beurt. Ik heb echt super uitgroei. Het is heel erg blond geworden. Het is echt gewoon even tijd voor iets nieuws. Een puntje even bijknippen. Er zit sowieso niet heel veel model meer in. Het is wel echt super lang geworden. Dus ja, ik ga me vandaag weer lekker laten adviseren bij Haarvisie in Rijswijk. Daar kom ik de laatste tijd natuurlijk wel vaker. Maar ik ben er nog steeds heel erg tevreden. Ik vind het een hele fijne salon en ik laat me altijd goed adviseren. Vandaag ga ik weer naar Maria toe. En ik ga kleuren knippen, alles eigenlijk. En ik denk dat het vandaag al iets meer een kleine make-over wordt. Dus daarom leek het me wel leuk om deze keer weer even te filmen. Dus ik neem jullie gewoon lekker mee vandaag. Dus veel
resultaat. Zo kun je natuurlijk een stuk beter zien. Ik zit eigenlijk in daglicht nu. Kleur is echt een heel stuk donkerder. Het is veel warmer en het is echt wel even wat anders. Qua knippen is er niet zo heel veel veranderd. Het is eigenlijk voornamelijk weer even wat korter in de puntjes. Maar mijn haar is best wel gegroeid de afgelopen tijd. Lok is wel echt een stuk korter. Die kwam echt tot hier gewoon. Dus het leek ons leuk om hem weer even wat korter te maken. Om daar weer een beetje mee te kunnen spelen. En voor de rest zit er gewoon lekker weer even wat volume in. Dat is echt iets wat ik altijd heel erg mis in mijn haar als het nodig geknipt moet worden. Verder qua kleur is de onderkant wat donkerder. Ik weet niet of dat al een beetje te zien was. Maar hier is hij dus inderdaad donkerder ingezet. En de rest is dus gefolied. Nou, mijn haar was dus echt wel heel erg licht blond geworden. En ja, ik noem het eigenlijk bijna leeg zo licht blond dat het werd. En zeker door veel wassen en in de zon zitten de afgelopen maanden. En ik had zoiets van, ik wil wat anders. Ik wil even weer iets donkerder misschien. Dat ik ook wat minder uitgroei heb. En ik wilde gewoon even weer wat anders. Ik heb vroeger echt super veel geëxperimenteerd met mijn haar. Ik heb kort haar gehad. Ik heb lang haar gehad. Rood, bruin, blond. Zelfs bijna zwart. Ik heb paarse onderkant gehad, rode onderkant gehad, oranje onderkant gehad. Ik heb best wel veel gehad. En de laatste jaren was het echt best wel een tijdje hetzelfde. En dat was voor mij een doen best wel even terug in de comfortzone. En nu had ik weer zoiets van, weet je, ik heb zin om even weer wat anders te doen. Even weer een beetje te experimenteren. Maar dit keer wel gewoon met dingen waar ik nu van hou. En dat is dus voornamelijk met een wat warmere kleur. En eigenlijk hebben we gekozen voor een beetje een beige champagne ondertoon. Met hier en daar wat koperen glow. Dus je ziet in het licht, ook zeker als ik beweeg met mijn haar, dat er echt wel wat warmte van afkomt, zeg maar. En ik noem het eigenlijk altijd een beetje zo'n 3D effect. En dat vind ik eigenlijk heel erg tof met haar. Ik merk dat ik nog een beetje moet wennen aan die lok. Maar dat is altijd als het even wat korter is. Ik denk dat iedereen dat wel herkent. Maar al met al ben ik echt weer super blij met mijn haar. Ik was al heel erg tevreden over haar visie. Maar ik ben nu echt wel extra blij. Omdat ik weer even uit mijn comfortzone gehaald ben. Heeft met me meegedacht. En dit is het resultaat. Dus ik ben voornamelijk gewoon heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden. En ter verzorging van mijn haar heb ik nog 2 producten meegekregen. Dat is onder andere Olaplex nummer 3. Eigenlijk bij iedere kleurbehandeling bij haarvisie wordt Olaplex gebruikt. En dan krijg je dus aan het einde van je behandeling, dus als je gaat afrekenen, een flesje Olaplex nummer 3 mee. Ik moet zo eerlijk zeggen dat ik het niet heel trouw iedere zoveel tijd gebruik. Dus ik moet dat wat vaker doen. Maar ik ben wel heel erg blij dat deze service er is. Dus ik gebruik hem wel op het moment dat ik echt vind dat het nodig is. En voor degenen die al vaker mijn kappersvlogs hebben gezien, ze hebben bij haarvisie een soort van customized haarmaskers. En dat wil dus zeggen dat ze pure pigmenten mengen met haarmasker. En dan krijg je uiteindelijk dus een leuk potje met een verschillend kleurtje. De vorige keer was het best wel een beetje paars, lila en dan was het echt meer een zilver shampoo, maar dan in een maskervorm. En dit keer is het een heel leuke, eigenlijk een beetje champagne beige zandkleurtje geworden. En dit gaat er dus voor zorgen dat mijn haar deze mooie glow die hij nu heeft en tint eigenlijk zo lang mogelijk gaat behouden. Dus het werkt een beetje hetzelfde als met een zilverproduct. Dus dat je de kleur weer even opfrist, dat is eigenlijk hetzelfde verhaal. En eigenlijk 1 keer in de week, ik was mijn haar dus 2 keer in de week, is dit genoeg om te gebruiken. En hoe langer dat ik het laat intrekken, hoe meer dat het pigment eigenlijk iets toevoegt aan het haar. Ik vind het in ieder geval echt super fijn dat ze dit hebben. En tot nu toe ben ik heel erg blij met deze producten. Nou, dan was dit alweer de kappersvlog. Dus ik hoop dat jullie het in ieder geval een toffe video vonden. Laat zeker weten beneden in de reacties wat jij van het eindresultaat vindt. Of dat je net zo enthousiast erover bent als ik. De komende weken zullen er nog wel wat video's komen met mijn oude haarkleur. Want ik heb nog wat vooruit gefilmd. Maar zodra alles weer online is gekomen, dan komen er zeker video's met mijn nieuwe look. En dan ga ik zeker daar ook weer lekker mee experimenteren met verschillende kleuren oogschaduw, verschillende kleuren lipstick. En daar heb ik alweer helemaal zin in. Ik wil jullie dus bedanken voor het kijken. Doe natuurlijk even je duimpje omhoog als je het ook zo'n toffe kappersvlog vond. En ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal, ram dan op de rode abonneerknop onder deze video. Om ook lid te worden van de Sharkademy familie. En dan zie ik jullie graag zondag weer met een nieuwe Full Face First Impressions. Tot zondag! Doei!